Nu we alle hapjes hebben, kan het op een feest beginnen. Er ontbreekt nog maar één dingetje. Oh. De muziek. Dat valt te maken. Ik moet gewoon op deze knoppen drukken. Of deze. Man, ik laat bijna mijn oren hangen, hoor. Zo bedoelde ik dat dus niet. Misschien is het dit knopje. Of het knopje ernaast. Nee, het is deze. Of deze. 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 Mijn bulldozer slaat hem al. Nee, niet het eten. Ik krijg dat tafelkleed wel terug. Wacht. Misschien deze? Of deze? Of die daar? Of deze? Deze alles? Deze? Of deze? Of deze? Of die daar? Of deze? Nou ja, niks lijkt te werken. Wacht eens, ik heb een idee. Wauw, hij is gemaakt. Nu kan het feest pas echt beginnen. Hup met die beentjes. Jij bent aan slag, Bugs. Wat een prachtige dag om te honkballen. Zet je maar schoon. Te gek! Ik heb hem! Kijk, dat noem ik nou een homerun. Ja! Looney Bowers, je spreekt met Bugs Bunny. Er is niets dat mijn voertuig en ik niet aan kunnen. Zet je graafmachine aan. Hij begint te taak. Maar wat hij ook maakt, hij gaat er weer tegenaan. Of het nou makkelijk of moeilijk is. Hij begint direct, heel diep respect. Dat konijn is echt niet mis. Dus hup met die beentjes, boren met die pintjes en barst die steentjes. Hoe gaat die knul? De bouw moet op de schop. Die langhoor houdt het op van koe. Nee, die geeft niet op. Hoe gaat die knul? Het is kappen met die bijl. Zijn wortels heeft hij altijd mee. Hij werkt in stijl. Het werk is nooit klaar. Hij doet een extra klus, maakt hem lekker knus en denkt dan relaxen maar. Heeft op alles wel een antwoord. Niemand heeft zijn taak zo in de haak en werkt zo ongestoord. Dus ga met die banaantjes van die glijbaantjes. Maar laat geen traantjes. Hoe gaat die knul? De bouw moet op de schop. Die langhoor houdt het hoofd van koe. Nee, die geeft niet op. Hoe gaat die knul? Het is kappen met die bijl. Zijn wortels heeft hij altijd mee. En hij werkt in stijl. De Looney Bowers krijgen de klus altijd weer af. Oké, Looneyploeg. Tijd om onze voertuigen eens te wassen. Wat is er mis met de voertuigen? Nou, kijk zelf maar. Doe jij. Geen paniek, Bowers. Ik weet hoe we dit aanpakken. Porky, jij boet ze en dan spoelt City ze af. Ah ja, kapitein. Ik droog ze af en Bugs maakt het interieur schoon. Daarna kan Daffy de wakslaag aanbrengen. Okidoki. Klinkt goed. Fijn, aan de slag. En schoon. En dit wiel dan? Even doorpoetsen. Ik help je wel even, Tweety. Tweety, je hoort de voertuigen af te spoelen. Niet ons. Cool. Kijk, pap, op de voeten. Oh.
voor die grote slang. Dit valt te fixen. We gaan dit anders doen. Tweety moet alle voertuigen tot ze glimmen. Daffy, jij kunt alles snel afspoelen. Bugs, jij droogt af en ik ruim ze uit zonder afgeleid te raken. Ach, een beetje mag wel. En Porky, jij wakst ze Porky perfect. We hadden gewoon het juiste ploeglid op de juiste plek nodig. Kijk, dat is nu wat ik noem sprankelend schoon. En klaar. Ik zeg voertuigen klaar. Hinkelen maar. Gewoon een kwestie van springen. Huh? Loni Bouwers, je spreekt met Lola Bunny. Er is niets dat mijn voertuig en ik niet aan kunnen. De plicht die roept, de opdracht staat. Lola maakt een plan, staat meteen paraat. Ze springt de hulp, doet er kloffie aan. Ja, die meid geeft alles om je bij te staan. Het wordt grandiozer, ze start er bulldozer. Het valt niet te leren. Dan wordt het nu tijd voor wat R&O. Wat is dat? R&O staat voor rust en ontspanning. Weet je wat goed is voor de rust en ontspanning? Een modderbad. Uiterst luxueus. Laat het uit! Kom erin. De modder is heerlijk. Oeh, dit is zo ontspannend. Dankjewel, Titi. Dit is echt zo heerlijk. Kennen jullie de nieuwe snufjes van Kiepje al? Hoort een bubbelbad eigenlijk wel zo te wiebelen? Dat noem ik een massage. Waarom ik altijd weer? Dan wil ik graag nog één ander snufje uit de doeken doen. Zijn jullie ook zo ontspannen? Oké, jongens, alles staat in de goede positie. Bugs lanceert me uit Kiepje. Ik vlieg door de autobanden, stuit op het opblaasbare springkussen en land in het doelwit dat op de vijver drijft. Dus knallen maar! Loni Bouwers, je spreekt met Daffy.
Uitstekelijk! We komen eraan! Er is niets dat mijn voertuig en ik niet aan kunnen. Popcorn, haal hier de lekkerste popcorn die er is! Heb je een grapje of een wazig idee? Dan helpt die Daffy je echt reuze graag mee. Hij heeft er altijd zin in. Dus begin! Hij doet die dingen op zijn eigen manier. Waardoor hij Bowser zo gek mogelijk versiert. En als je denkt hij is klaar, vergeet het maar. Doe lekker raar! Hij is een dolle eend. Die dolgraag entertaint. Een onbegrepen genie. Dat is die maffe eend, Daffy. Zijn best en jaagt zijn dromen na. Zijn doelen sluiten alleen niet altijd aan. Hij ziet al snel wat hij doet en maakt het goed. Met grote spoed! Hij is een dolle eend die dolgraag entertaint. Een onbegrepen genie, dat is die maffe eend Daffy. Dat was een topdag, meneer Sekkewakkermolen. Ah, zo hoor ik het graag. Tijd voor de lunch. Tomaten met kropsla en mosterd. Porky, perfect. Hé, daar, Porky. Heb je even? Dat ziet er echt spiegeltjes glad uit. Bedankt. Oh, nee. Ik ga maar terug naar de lunch. Hoi, Porky. Oh. Wil je me helpen met bloemen plukken? Natuurlijk, Lola. Hier, een bosje. Alsjeblieft. En nog een daar. Fijn. Kijk eens aan, Lola. Oh, ik moet nu echt terug naar mijn boterham. Hoi, Porky. De deksel van de augurkenpot zit veel te vast. Wil jij hem opendraaien? Oké, geen probleem, Tweety. Dank je, Porky. Ik moet echt terug naar mijn lunch. Precies het biggetje dat ik zocht. Je moet me even helpen. Deze stoel blijft elke keer dichtklappen. Zie je wat ik bedoel? Laat maar zitten. Oké, dus je wil knokken, hè, stoel? Ik heb zo'n honger. Ik wil alleen nog maar mijn boterham. Dat mooi, want wij hebben een verrassing voor je. Hier is een tafel waar je aan kunt eten. Omdat dankzij jou hier alles zo gladjes verloopt. Hier zijn wat bloemen, omdat je ons elke dag weet op te fleuren. En als klap op de vuurbel, jouw lunch. Is dit allemaal voor mij? Natuurlijk! Jij helpt ons ook altijd. Dus dan doen wij ook graag iets aardigs voor jou. Dat is Porky perfect. Kijk, veel beter. Goed bezig, Daffy. Dank je, Porky. Dat is Porky perfect. Looney Bowers, met Porky. Ja? Aha. Er is niets dat mijn voertuig en ik niet aan kunnen. Een nieuwe dag breekt aan, de zon hoog in de lucht. Dit biggetje doet je werk, ja, zonder steun of zucht. Aan de hij duwt de puntjes vol. En de klus die komt, gaat hij de uitdaging aan. Als de klant maar blij is, voelt hij zich voldaan. Dus hij maakt het voort. Maak het Porky perfect, help
ik zeg maar zo, dat was het niet. Wat is het heet, het is zo warm. Beginnen jullie ook dorst te krijgen? Oh, die arme drommels zullen wel dorst hebben. Dat is de allergrootste citroen die ik ooit heb gezien. Je weet wat ze zeggen. Als het leven je een reuzencitroen geeft, maak je reuzenlimonade. En dat is precies wat we voor die kinderen gaan doen. Aan de slag, Loenie Ploeg. Werk slimmer, niet harder. Die citroen hangt wel hoog. Gelukkig heb ik een ladder. Misschien als ik mijn ogen dicht doe, ben ik minder schrikachtig. Oeps. Leuk geprobeerd, Pork. Maar dat kan mijn oude kiepje beter. Avanceren maar! Ik heb hem! Hé, waarom hebben we die reuzenbanaan niet eerder gezien? Bedankt, maat. Ik heb een idee! De zoeker telt tot 30 terwijl de rest zich verstopt. Je mag je overal in het hoofdkwartier verstoppen. Tweety, jij mag de zoeker zijn. Oei, oei, kapitein. Dan ga ik nu mijn oogjes dicht doen en tot 30 tellen. 1, 2, 3, 15, 16, 29, 30. Wie niet weg is gezien, ik kom. 7.
Zit er soms iemand in de vergaderzaal? Aha! Ik dacht dat ik een flipboard zag. Verstopt iemand zich soms op zolder? Kom maar tevoorschijn als je durft. Ja, gevonden, Lola. Heel goed, Sweetie. Misschien zit er wel iemand in de kantine. Aha. Die fopbril lijkt precies op de staart van Daffy. Oh, hoi, meneertje Guacamole. Heb jij Daffy gezien? Vandaag nog niet. Oké, dank je. Hey. Weet jij zeker dat je Daffy niet hebt gezien? Gevonden, Daffy! Goed gedaan, Tweety. Meneertje Kwakkemole, hoe kon je? Misschien zit er iemand in de spelletjeskamer. Ik heb je! Oh, ik dacht dat ik een krulstaart zag. Dat lijkt inderdaad op Porky's staart. Hoi, dat Tweety. Porky, gevonden! Goed gedaan. Nu alleen nog op zoek naar Bugs. Fijn. Kun je mij eerst hieruit halen? Geen Bugs te zien. Hier ook niet. En hier is hij ook al niet. Ik heb overal gezocht, maar Bugs zit onvindbaar. Geef de moed niet op, Tweety. We weten dat je het kunt. Ik zeg altijd, kop op! Ik dacht dat ik een flapboard zag. Het klopt! Ik zag inderdaad flapboren. Gevonden, Bugs. Wauw! Ik dacht dat je me hierboven nooit zou vinden. Goed werk, Tweety. Ja. Ja, heel goed gespeeld. Bedankt, Loelieploeg. Ik ben misschien klein, maar bekijk alles vanuit vogelperspectief. Bouwentijd, het is bouwentijd. Pak je helm en ga ervoor. Hesje aan, ga ervoor. Aan het werk, tijd voor vertrek. Hey, dit wordt te gek. De opdracht roept, we komen eraan. Want elke klus kunnen we aan. En we krijgen hem geklaard. Ook kan het wel eens moeilijk zijn. Het is het altijd waard. We bouwen onder water of we bouwen in de lucht. Waar dan ook de opdracht neemt een vlucht. Dus zet hem op in vlot het eraf. We krijgen altijd elke klus af. Pak je voertuig en rijden maar. We rijden in no time klaar. Het is bouwen.